De keuze van de baby. Welke van de twee baby's gaat het worden? Ik zal ze even aan jullie voorstellen. Zonder Bijbel geven we een oude troep. En daarom staan we op de stoel. Met ballen onze bol. En straks in de scène hebben we een baby nodig. Nou, dit is eigenlijk de favoriet van de regisseur. En inderdaad ook wel een beetje van mij. Het fijne van deze baby is namelijk dat je niet ziet wat voor gezichtje het heeft. Het is trouwens maar goed ook om eens kijken wat een lelijke gerippelde aardappel dat is. Dit is dus een baby 1. En deze baby heb ik van huis meegenomen. En dan zou je zeggen, wat ben je voor een ziek mens dat je dat thuis hebt liggen? Maar soms heb je dingen thuis liggen, dat is nou eenmaal zo. Zalt is goed, kuren moet, zalt geeft de burger moet, reinigt de ziel voor goed. Ja, die ziet het heel levensecht uit. Die is eigenlijk net iets te echt ook. Kun je misschien voor die camera vasthouden, dan hou ik ze even allebei beet. Hij stond van de zee en wat brengt hij ons mee? Wat brengt ons, onze Jacob, onze Jacob? Ik denk toch dat het deze wordt. Hoera! Hoera!